Alle kindertjes van de Maaien, daar is die! Al die natte kindertjes staan op u te wachten! Ja! Oké! Sinterklaas kapoen! Ja, dat was een maas, gooi wat in mijn schoentje! Gooi wat in mijn laarsje! Dank u Sinterklaasje! Oh Sinterklaas, hallo! Sinterklaas, doe dan binnen op de mooie, mooie boot. Hij gaat door de Atemse grachten, in plaats van door een boerensloot. Jongens, zwaaien! Hij moet wel weten dat hij hier moet stoppen! Anders dan vaart hij door! Sinterklaas, ik moet hier wezen! Ja, dat kan niet meer ook wel hoor. Sinterklaas, je kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd. Omdat u weer naar Spanje rijdt. Hij was niet zo goed in sport vroeger. Nou, hij is volgens mij echt stil. Ja! Jij hebt de burgemeester gevangen, Piet. Applaus voor de burgemeester! Ja! Hij heeft het touwtje gevangen. Nou, dat vind ik wel heel knap van de burgemeester. Ja. Oké, burgemeester, kunnen we gaan naar die kant? Dat lukt hem nog ook. Ja. We moeten alles kunnen hier, hè. Ja, zijn jullie er blij mee? Ja, zeggen ze. Ja, allemaal, ze ja. Allemaal ja. Ja, ze zeiden allemaal ja, Sinterklaas. Nou, ja. Heb je een barre tocht gehad op zee? Een behoorlijke storm gehad, ja. In de golf van Biscayen weer? Ja, daar ook. Daar ging het goed een keer. Maar geen motorpech deze keer? Niks tussen de motor? Geen pepernoten? Nee, geen pepernoten in de boot. In de motor. En het ging allemaal voortreffelijk. Ook ondanks de storm. En kunt u al iets zeggen tegen alle kinderen van Hattem? Ja, ik ben blij dat ik er weer ben. En jullie mogen vanavond allemaal je schoen zetten natuurlijk. Dat is wel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Mag Ciso ook de schoen zetten? Ja, ja de kleinere, hè? Ja, de kleinere. Ja. 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 Oh, ik kom wat meer in, Sinterklaas. Ja, daar was ik al bang voor. Ik moet even wat zeggen, Sinterklaas. En dan geef ik het even aan u over. Hallo allemaal, mag ik even wat zeggen? Sinterklaas is nu aan wal, die komt straks allemaal even bij jullie wat langs. Tante Pip en Ciso gaan nu naar de binnenstad. Gaan wij ons vast voorbereiden voor de Sinterklaas-show daar. En dan komt later Sinterklaas ook die kant op. Maar nu nog niet, Sinterklaas gaat nog even bij jullie langs. Ja, dan gaan wij... Die hebben we daar. Traditie, hè? Hallo. Die hebben we daar. Ja, dat is opa Piet weer. Opa Piet. De eerste noot. Zo, kijk. Opa Piet. Nou, dat kan nog wel een paar keer. Dag. Wat fijn dat u er bent. Ja, leuk, hè? Ja, en wat fijn dat u al die wegen hebt meegenomen. Nou, ik vind het heel erg... leuk dat jullie allemaal hier hebben staan wachten en dat jullie gewoon blijven staan wachten, ondanks de regen. Ja, maar Sinterklaas, u bent hun idool, hè?
mensen. Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Ja. Ja, en ik vind het zo leuk om hier binnen te komen en die kinderen staan hier allemaal vol verwachting te wachten op ons. Ja, vol verwachting op ons hart. Ja, ja, zo gaat het, hè. Maar inderdaad, u gaat nu nog even bij de kindertjes langs en dan komt u straks ook naar het plein, hè? Ja, ik kom ook naar de markt. Komt helemaal goed. Ja. Nou, tot straks dan, hè, Sinterklaas. Nou, dag Sinterklaas, tot straks. Kijk eens, hallo, hoe gaat het jongens? Ja, heb je dit niet koud? Kom maar, hallo, handjes. Oh, je hebt handschoenen aan. Hé? Hallo. Hey. Dag Sinterklaas. Hoe gaat het? Heeft u nog een reis gehad? Ja. Kapit. Hey. Wat leuk. Wat zijn jullie hier? Hoe lang staan jullie hier al? Hallo. Hey. Leg het maar warm aan. Heel goed hoor. We wachten jullie op. Op wie wachten we? Sinterklaas. Het is mooi weer, of niet? Ja. Nee. Ja? Nee, natuurlijk niet. En volgens mij de regen gaat de pijpen stelen. Zou Sinterklaas ook nat worden, denk je? Ja. Ja? Logisch. En de pieten dan? Ook. Ja. Als de cadeautjes maar niet nat worden, hè? Als de zwarte smiekpot zo afgaat. Moeten we hebben. Dan zijn het witte pieten. Nee, ze allemaal hele zwarte pieten, heb ik gezien net. Gelukkig. Nou, gelukkig, hopen, hè? Dat ze dat blijven. Ja. Ja, nou, misschien regent het er wel af. Ja, je weet nooit, hè? Ja, ze nou, zijn te vaak door de sleur steken. Ja. We komen door. Voilà.
andere kant op kijken, die zie je nog vaak genoeg. Luister, Pip. Moet hij daar liggen? Hij komt eraan. Ik heb hem al zien staan. Kijk, daar is hij. Waar is hij? Ja, daar is hij. Ja, jongens, daar is hij. Sinterklaas. Sinterklaas. Welkom nogmaals in het natte, maar mooie Hattem. Ja. Hallo, Sinterklaas, zeg. Nou, ik zou zeggen, ga zitten. Oh, hij heeft geen stoel. Heeft u helemaal geen stoel, zeg. Blijft u staan de hele tijd? Het duurt wel een half uur. Ja, zo lang. Ja, misschien ja, wel. Maar, ja, we willen even kijken. Als u hier dan gaat staan, Sinterklaas, zo. Ja, want ik heb ook een microfoon namelijk. Oh, dat kunnen jullie allemaal Sinterklaas hier staan. Moet je door praten, Sinterklaas. Jongen, hallo Hoogpiet. Hallo. Goh, wat fijn dat u er ook bent, zeg. Even kijken. Jongen. Ja, wat een boel kindertjes, hè. En allemaal fan van Sinterklaas. Even kijken, hoor. En is wat... is er... hebt u een microfoon? Kijk, Zwarte Piet. Zo. Ja, gaat hij zo goed, Sinterklaas? Ja, hoor, hij gaat zo. Prima. Ik kom even bij u, hoor. Zo. Jongen, ook ja. Kijken nog veel kindertjes, jongens. Ja. Wat een regen hier. Ja, ik heb even een vraag. Hoe was de reis hier naartoe? Want dat moeten we even weten. Ja, nou, de reis was heel erg... onstuimig. Ja. Er was heel veel regen en wind en ja. Storm. Ja. Maar we zijn er. Ja, u bent er, hè? Ja. Ja. We vinden het in harte natuurlijk heel erg fijn dat u ook ons een bezoek kon brengen. Ja. En u hebt nog wel een bijna de hele middag voor ons gereserveerd. Ja, de hele middag, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. En ik had niet gedacht dat het zou regenen. Nee, maar weet u, we hebben net met Piet Paulusma gebeld. Oh ja, die Piet. En hij zei, ja, dat is onze weerdeskundige, maar hij snapt er zelf ook niks van. Nee, dat dacht ik al. Maar volgend jaar zou het droog zijn. Oh ja, oh, dat weet hij al. Ja, ja, dus, ja, kijk. Nou, dat is handig. Ja, dan gaan we gewoon nog een keer. Ja, dan doen we het volgend jaar weer. Sinterklaas? Ja. Ach, dag, ja, dag Zwarte Pieten. Wat gezellig dat jullie er ook zijn. Hebben jullie het vandaag ook druk? Ja. Moeten jullie veel schoenen vullen? Heel veel schoenen vullen. Oké. Okay. Ja, nou, dat vind ik wel heel de kinderen mogen allemaal hun schoen zetten natuurlijk. Allemaal? Ja, maar is ja, het, Sinterklaas, is het misschien ook een idee dat de kindertjes mijn schoen even lenen? Alle kinderen jouw schoen? Nee, omste beurt. Oh, kijk, als u bij Pietje bent geweest, dan brengen ze de schoen gauw naar de volgende deur. Ja. En ik heb er twee, dus ze kunnen twee kanten op werken. Oh, kijk. Dan hebben ze hele grote schoenen. Ja, dat is wel handig natuurlijk, hè. Er gaat veel meer in, toch? En dan moet jij op blote voeten lopen. Oh ja, dat kan niet. Oh. Nee, en ik wil ze ook zitten vanavond. Ja, dat is... Ja. Nou, ja, dat moet je... Ja. Zo, ja. Sinterklaas, even zonder dolle. Er waren hier vier Zwarte Pieten. Vier? Die waren niet op de boot. Nee, die was ik al kwijt. Ja, ik heb ze gevonden hier. Ah, kijk, waar lagen ze? Hiervoor. Oh, kijk eens aan. Ja. Ja. En nou had ik zoiets bedacht. Ja. Dat we die vier Zwarte Pieten even hier moesten hebben. Ja, nou, zal dat lukken, denk je? Jawel, als u ze even vraagt om te komen. Volgens mij zijn ze zich stiekem een beetje aan ja, de ze zijn onder de paraplu. Die vier Pieten, waar zijn ze? Als die vier Pieten even naar Piet en Piet. Ja, Piet en Piet. Ja, zie, hij durft niet. Ja, daar komt er alleen aan. Nee, ze komen niet, hoor. Komen ze niet? Nee, ze luisteren nooit, dus... Die luisteren niet? Nee. Oké. Okay. Nou, dat is de luisteren niet, Piet. De luisteren niet, Piet? Ja. Oh. Oké, okay. Maar... nou, dan... Zwarte Piet, kom maar even, hoor. Dan komen ze... Sinterklaas is nooit zo streng als Siso, dat kan niet. Ja, zie, ze durven nu wel. Siso was een beetje streng voor ze. Dat ja, ik moet wel even streng zijn, Sinterklaas. Nou, ik ben wel een lieve clown, maar ik moet ook soms wel een beetje streng zijn. Ja, oké, okay. Ja. Maar Sinterklaas is niet want zo boos, hier heb ik het al gezien. Valt wel mee. En dan mogen jullie hier even komen. Maar we zijn er wel één kwijt. Nee, die is... De straat is... waren het er nog vier. Is die daar? Durf je niet? Ja. Oh nee, zo. Kijk, dat en, is Sinterklaas, ik ga even... Durf wel. Ja, kijk. U had ook een opa, Piet, vorig jaar. Ja, die heb ik nog steeds. En die opa Piet, die had het koffertje van Siso gestolen, of even weggezet. Ja, maar toen zei ik tegen hem, hij zei tegen mij, dat doe ik volgend jaar weer.
Hij heeft het niet gedaan, maar gelukkig. Ik zeg tegen hem, nou, dan ga ik je wel een klein beetje voor de gek houden. Mag dat, Sinterklaas? Ja, dat mag hoor. Oké, nou dan heb ik namelijk het volgende. Opa Piet, kom eens even bij me. Waar is opa Piet? Ik ga straks een hele moeilijke goocheltruc doen. Maar daar ga ik ook vuur bij gebruiken. Dus ik wil graag dat je zoveel water even uit het toeristisch centrum haalt. Ja. Ja? Oh ja, want vuur is wel gevaarlijk. Vuur is gevaarlijk, dus, en dan ben je weer bijna van mij af. Ja, ruim de helft. Ja. De bovenste helft. Doe maar even in de toeristische informatie. Maar Ciso, ja. Vind je dat niet erg, is dat niet een beetje dom van de Zwarte Piet, dat hij water gaat halen voor jou? Dat vertel ik u zo, Sinterklaas. Oh, want ik zou het nooit doen, hoor. Ik zou nooit water halen. Ja, niet voor een clown, hè, Sinterklaas? Ik heb ze namelijk al verteld, ja. Hij is nou weg. Ik gooi straks het water in een emmer. Ja. En dan gebeurt er iets. Maar wat, dat kan ik u nog niet vertellen. Oké, okay. Ik ben benieuwd. Dan gaat hij hier straks staan. Ja. Vlak voor tijd voordat we weggaan, of dat u het dorp in gaat. En dan mogen de vier te laat komen, Pieter. Die mogen hem even assisteren, die mogen erbij staan. Ja, die mogen En dan is het klaar met jullie. Ja, dan is het helemaal klaar. Helemaal. We wachten even, ik ga zo even... Kunnen we een liedje zingen dan? Dat wou ik net zeggen. Ja, als we toch moeten wachten, dan kunnen we ook wel even wat zingen. Ik stel het even voor. Oh, een fiets mee. Waar zit die vogel? Die zit op het dak. Want gisteren was hij eraf gevallen en heb ik hem er weer op het dak gezet. Oh, oké. Okay. Ja, hij fluit de hele tijd. Dat is de luidspreker. Oh, dat is de luidspreker, Piet. Wat gaan we zingen? Pieter, Herbert. Wat gaan we zingen voor Sinterklaas, jongens? Sinterklaas kapotje. Kennen jullie die ook allemaal? Oh, die kennen ze allemaal. Ja. Vindt u dat goed? Nou, vind ik wel goed. Ja. Oh, die vindt Sinterklaas heel goed. Vind ik wel leuk. Ja. Nou, dan gaan we dan. Even wachten. Oh. Zo. Nou, ja, hij heeft water gehaald. Ja. Dat is een hele domme Piet. Dat moet je nooit doen voor de klaar. Maar dat komt goed. Ja. Gooi wat in mijn laasje. Dank u. Jij staat mooi droog. Je bonne. Gooi wat. Ik dacht dat jullie ze kenden. Ja, dat doe ik straks. Ja, heel goed hoor. Heel goed. Nou, kunnen ze goed zingen, hè? Ja, ze kunnen heel goed zingen in Hattem. Ze hebben een jaar lang... Zullen we ook een keertje Sinterklaas is jarig zingen? Ja, maar hij is zo jarig, hè? Dat duurt nog niet. Nee, dat duurt nog een paar weken. Samen, heel hard. Maar we kunnen even oefenen. Oh ja, dat kan. Sinterklaas is jarig. Zet mijn schoen vast klaar. Ja, ik hoor het. Hij het voldoet met wist ik het maar. Ja, dat weet je nooit. Volgens mij kunnen we hem die andere versie. Hier en daar wat haver. Ik hoor het in de man, hè. Hooi voor het paard. Zo was die even weer. Want dat trouwe beestje is het heus wel waard. Maar hun hadden een andere versie. Hoorde je dat? Nee, weet je, Sinterklaas. Ik hoorde het wel. U heeft mij zo straks gevraagd of ik een goocheltruc wou doen. Ja, ja. Dat wil ik wel doen, maar ik heb één wens. Wat is ik heb een wens. Dat die lukt. Nou, kijk, de kindertjes bij de haven en hier hebben voor u gezongen. Ja. Maar weet u nog wel dat de grote mensen klein waren? Ja, dat weet ik. Toen kwam u daar ook. Ja, toen zongen ze ook goed. Vindt u nou niet leuk dat we nou eens de grote mensen, de papa's en de mama's, laten zingen? Ja, die kunnen dat vast nog wel. En dan moeten ze een oud liedje zingen, zie de maan schijnt door de bomen. Ja, dat vind ik ook. Ja. Dus alle papa's en mama's gaan zingen voor Sinterklaas, zoals ze vroeger bij de schoorsteen deden. En dan zingen we, zie de maan schijnt door de bomen. Ik tel tot drie en dan beginnen we. 1, 2, 3. Zie de maan. Dat kan harder. Ja, dat kan iets harder. Avondje van Sinterklaas. Heel goed, papa's en mama's. Nog iets harder, jongens. Klopt ons hart. Goed zo. Wie de ja. De volverwachting klopt ons hart. Wie krijgt wie de van? Sorry, hoor. Ja, wat gaan we zingen? Wat gaan we zingen? Zie, ginds komt de stoomboot weer. Ja. Vinden jullie, dan gaan we dat zingen.
Tuurlijk. Okay. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe komt zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, leroos. Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. Er rijdt al niet stilletjes ons huisje voorbij. Heel goed hoor. Ja, heel ik vind applaus voor jezelf. Ja, een heel groot applaus. Sinterklaas, ja. Nou hebben de kindjes gezongen. Ja, dan ga ik nog één goocheltruc doen. Maar, nou, ik wil niet meer dat jij gaat toveren hoor. Ik bedoel, Sinterklaas? Ja. Is dit nu Tante Pip? Nee, dat is een konijn. Is dit geen Tante Pip? Nee. Maar waar is Tante Pip nou gebleven? Die is het haasje, denk ik. Is Tante Pip een haasje? Ja, die is het haasje. Tante Pip is... Het is misgegaan. Nou, je bent een goochelaar van niets. Ja. Dat kan toch niet? Nee, maar dan ben je toch heel goed als je zo kunt goochelen? Ja, maar meestal dan tover je ze weer terug. Wat een dompe. Zullen we eerst een liedje zingen dan? Nee, nou, maar ik wil Tante Pip eigenlijk wel terug. Ja. Ja, want zonder Tante Pip ben jij ook niet zoveel natuurlijk, nee, hè? Nee. Het is... Even kijken hoor. Hebben jullie een idee hoe ze terug kan komen? Ja, zeg het eens. Nou, zullen we eens even kijken? Nou, ze is nou, er weer. Dat ben ik nu. Ja. Ik ben zo blij. Oh, gelukkig. Zo. Ja. Nou, we gaan even zingen. Jongen. Zeg het eens even, Zwarte Piet. Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar, kinderen? Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Wie? Vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Even vragen naar zijn naam. Nou, wat is je naam? Sint-Nicolaas, breng ons vanavond een bezoek. En strooi ons wat lekkers in een of andere hoek, koekoek. Oké. Ik loop gewoon door Hattem heen. Ja, het zal je gebeuren. Jullie ook? Ja, zullen we met u meegaan, Sinterklaas? Ja, lopen jullie ook door Hattem heen? Wij komen straks ook wel in het centrum. Ja? Ja, wij komen achter u aan. Dan gaan wij ballonnen draaien voor de kinderen. Wij gaan, en gaan even Hattem. En muziek. Hé, maar dan moeten we wel even wat zingen, hè, is er nog muziek? Zullen we zingen dag Sinterklaasje? Ja, maar hij gaat van het podium. Hij komt wel naar jullie toe. Maar hij gaat wel van het podium. Zeg maar even, dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje, dag. Ja, ben je weer schoon, Pies?